toch de deksel erop zetten? Deksel? Of zien we dan de bloem niet meer? Dat past niet. Dat is grappig. Als het goed is, dan moet er straks een hele leuke bloem tevoorschijn komen. Maar ik weet niet of die camera dat wel oppikt. Hij gaat wel heel snel open nu. Zie je? Ik weet niet wat voor bloem het is. Ik heb wel een doosje erbij, maar... Dit doosje zat erbij, maar geen gebruiksaanwijzing. Er staat ook nog iets op. Kijk jij eens. Kijk maar. Oké. Is het Engels? Weet je niet? Kijk maar, wat staat erop? Theebloem. Theebloem, maar ik weet niet in welke taal. Maar ik zie een plaatje van een bloem dus. En het is voor de thee. Dus het is theebloem. Tea flower. Ja. Dat is hem. Nee. Ja. Hidden treasure. Hidden treasure. Het is niet zo hidden meer. Hij is een beetje bruin. Wil je een koekje? Alsjeblieft. Dank je. Koekje. Jodenkoek. Mag je ook niet meer zeggen tegenwoordig. Maar het smaakt wel lekker. Hij is bijna open. Hij heeft wel wat van een... anemoon. Ik had hem eigenlijk liever wat gekleurder gehad, maar... Heb je suiker in de thee? Ja. Ja? Hoeveel schepjes? Eén. Twee. Dan doe ik ook twee. Eén. Die nog langer moeten staan of ik weet het ook niet. Het is nog zo wit. Zullen we het proberen?
Alsjeblieft. Dank je. Smaakt het ook ergens naar? Het ruikt naar kamille. Kamille thee. Zal het een kamillebloem zijn? Kamille. De hond heeft ook zin in thee, maar ik denk eigenlijk meer zin in een koekje, maar... Hier een Mad Hatter armband. Die had ik eigenlijk kunnen gebruiken in de filmpjes met het voorlezen over Ernst en Hoenderen. Dat ben ik vergeten. Leuke broers. Ik had wel zin in zo'n Engels dropje eigenlijk. Ja. Hebben we alleen maar koekjes? Voelen. Warm. Hey, er zit een elastiekje om. Kijk, dat ziet er gek uit. Kom eens hier. Een touwtje. Het is net of het alleen maar steeltjes zijn waar ze een bloemetje aangemaakt hebben. Het is niet echt een geheel, denk ik. Nice. Ja. Vis, vis, vis. Blup, blup, blup. Leg je bij de koekjes. Zo. Kijk, er zit nog wat in. Oepsie. Vind je het heel lekker? Ja? Ik heb er zoveel suiker in dat ik de thee niet eens proef. Ja. Ik kon wel een verhaaltje bij de thee doen, maar ik heb geen boekje. Als je een momentje hebt. Even op zoek. Het wordt al een beetje warm. Ik ga even op zoek naar een verhaaltje bij de thee. Ga jij lekker door met thee drinken? Ik ben een seconde weer terug.
heb wat gevonden. Omdat die schattige poeper die hierachter zit te piepen, omdat hij niet genoeg aandacht krijgt, heb ik gekozen voor een boek over honden. Hondenweetjes. Ga ik even mijn handschoenen weer aandoen. Excuses voor het achtergrondgeluid. Hondenweetjes. Gaat. Waarom zijn sommige honden doodsbang voor onweersbuien? Sommige hondenrassen lijken gevoeliger voor geluid. Maar de waarheid is dat alle honden doodsbang kunnen zijn voor onweer. Een onweer houdt immers veel meer in dan alleen maar donder. De luchtdruk verandert. De hemel ligt op. Hij piept nog lekker verder. En de statische elektriciteit neemt toe en er valt regen op het dak. De geuren in de lucht zijn zo anders dat zelfs mensen ruiken dat het zal gaan regenen. Kun je je voorstellen hoe dat voor een hond moet zijn? Voor sommige honden neemt de angst voor onweersbuien toe, omdat de mens de eerste tekenen van angst verkeerd aanpakt, ofwel door de hond te troosten, ofwel door hem te straffen. Door hem te troosten, arm dier, je hoeft niet bang te zijn. Kom maar bij mij voor een knuffel. Wordt dat gedrag beloond. En als je je hond straft, wordt hij nog banger. Sommige honden worden zo opgewonden van het naderende onweer, dat hun angstige gedrag een betrouwbare weersvoorspelling is voor het baasje. Omdat een hond een aankomende storm veel eerder aanvoelt dan de mens. Die onrust voor een storm of ander weer kan gemakkelijk voorkomen dan genezen worden. Als je merkt dat je puppy ongerust is, zou je zijn aandacht kunnen afleiden. Geef hem iets leuks te doen, zoals spelletjes waarbij hij een beloning kan verdienen. Of met hem zijn favoriete spelletje. Met andere woorden, negeer de storm. Leid de hond af en probeer kalm te zijn. Wanneer je pas een hond hebt en er is een storm, doe dan alsof het een uitnodiging voor een stormfeestje is. Bij elke donderslag roep je dan, joepie! Dat was een goeie. Hier is je koekje. Combineer dat met een vrolijk verzoek om te gehoorzamen en je hond zal uitkijken naar de volgende storm. Wil je nog wat thee? Als je hond een verontwikkelde fobie voor onweersbuien heeft, kan die angst dramatische vormen aannemen. En dat kan gevaarlijk zijn.
Sommige honden bibberen van angst. Anderen vernielen alles in hun buurt. En nog anderen kunnen uit angst gaan bijten. Als je hond bang is voor harde geluiden die je kunt voorspellen, zoals vuurwerk, vraag je dierenarts dan om een kalmerend middel voor je hond. Dat je hem echter alleen geeft wanneer het echt nodig is. Voor angstige honden in gebieden waar veel onweersbuien zijn, kun je je dierenarts het best vragen naar het adres van een dierengedragspsycholoog. Hij of zij kan je helpen met medicatie, tegenconditionering, feromeen en zelfs antistatische jasjes om je hond tijdens een storm te helpen ontspannen. Schattig. Wat heeft je hond aan? Nou, mijn hond heeft een antistatisch jasje aan. Voor als het gaat onweren. Ik heb vanmorgen even gekeken op buienradar. En ik heb vernomen dat het vanmiddag om 3 uur gaat onweren. En het kost me vreselijk veel tijd voordat ik dat jasje bij hem aangetrokken heb. Dus het is nu 10 uur en hij krijgt het jasje aan. Ach, als het eerder gaat onweren, zit hij ook maar veilig. Ja. Ik denk niet dat ik ermee naar buiten ga als hij zo'n antistatisch jasje draagt. Nee. Jackie. Er zaten van die draadjes in. Eeuw. Hoe is je thee? Sterk. Sterk. Je hebt er geen suiker in, hè? Nee. Hoeft het niet? Nee. Oké. Okay. Op de koffie. Bye.